Haar werd er nog meer verzorgd door. Hij ziet mij eten en hij denkt, ik ga je eten pakken. Sexy. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag 19 september en het is 7 uur 's ochtends. Want ik moet straks weer naar stage, dus ik ben nu even aan het eten. Ik heb weer even bonbiks en thee. En ik ben weer helemaal in het zwart gekleed, want ja, jullie weten dat nu misschien onderhand wel dat dat moet. Ik ga even dit opeten en drinken en dan ga ik even naar boven. Dan ga ik even mijn tanden poetsen, mijn gezicht wassen. En om 7:30 komt de bus. Dus ik zou zeggen, doe je duimpje omhoog als je zin hebt in de video. En heel veel plezier met kijken. Nico is er ook weer bij. Want die moet ook weer weg. Je moet al bijna weg, toch? Of 10 minuten zeker? Ja, iets minder. Die hebben we daar. Tot de nee, daar is die. Ja, dat zeg ik. Hij hoort zichzelf. Die zit mijn video te kijken met hem. En meteen komt hij. Hallo, Pono. Hij houdt echt nooit zijn mond, hè? Ik ben weer onderweg naar de bus. Ik heb volgens mij nog maar 1 minuut, dus ik moet even heel hard lopen. Ik ben altijd op het laatste moment kom ik aan. Nou ja, gisteren ook. Maar ja, toen kwam die dus uiteindelijk helemaal niet. Maar ik schaam me serieus echt dood met die schoenen die ik aan heb. Want ik heb dus huaratjes aan van 3 jaar geleden. Je moet zwarte schoenen aan, hè. Iets wat ik... Oh shit, sorry. Ik heb er weer een reis op zitten. Een hele busreis en een metroreis. En ik ben weer in het winkelcentrum. Maar ik liep dus eerst in de terpstage, omdat ze hier dus aan het verbouwen waren. Ik loop nu hier in de Koperwiek bij Brainwash stage. Op woensdag en vrijdag, dus wil je me een keer zien of iets dergelijks. Dan ja, laat je haar lekker knippen daar, zou ik zeggen. Ik ben nog stage en ik heb net een uitgroei ingezet en opgeruimd. En nu ben ik een warme handdoek aan het maken, want dat doen we altijd als we een maskkamer in doen, een warme handdoek erop. En ik zal je straks wel even vertellen wat we doen. Ik ga nu eventjes schoonmaken. En ik zou nog even vertellen waar die warme handdoek nou voor was. Als je zeg maar een verfbehandeling hebt gedaan, dan gaan al je haarschubben openstaan. En dat is natuurlijk niet goed. En met zo'n haarmasker sluit het weer. En als je een warme handdoek erop doet, dan gaat het open. En daardoor trekt het masker dan beter in het haar, waardoor het nog meer verzorgd wordt. Dus als je thuis een keer een maskertje in doet, zou ik dat zeker even aanraden. En ik ga nu even lekker schoonmaken. Ik sta even buiten in de zon, want ik heb even pauze. Dus ik dacht, ik ga even hier staan. Het is namelijk heel koud binnen, want er staat een hele erge airco aan. Want er is iemand ziek en die heeft het dus heel erg warm. Maar ik heb het altijd koud. Dus ik dacht, ik ga even mezelf laten opwarmen. Dus ja, ik sta gewoon bij de deur. En ik ga even mijn broodjes eten. Die heb ik vanochtend even gesmeerd. Ik ben eindelijk klaar met werken. Het is nu 6:15. En ik ga nu even op zoek naar een supermarkt, want ik stik van de honger. Dus ik ga even snel wat eten. Thuis ga ik natuurlijk ook eten, maar anders red ik het niet. Want ik moet nog een heel stuk naar huis. Maar ik weet helemaal niet waar de supermarkt hier zit. Dus ja. Then I'm going to pick up my Google Maps. Ik sta in de lift naar de metro. Ik ben namelijk zo lui. Ik heb echt zeer goede. Ik heb dit even gekocht. Een Fossa Sia. Ik spreek het weer verkeerd uit. 35% korting, dus dat is chill. En... Oh my god, nee. Wacht. Nee. De metro komt pas over 11 minuten. Er is helemaal niemand. Het was trouwens een super drukke dag vandaag. Ik ben wel goed bezig geweest. Heel veel kleurtjes gedaan. En zo ook schoon gemaakt. En op een gegeven moment was het zo hectisch. Dus stonden we maar met z'n drieën. En ik kan natuurlijk nog niet meeknippen. Dus moest ik echt super veel dingen achter elkaar doen. Nou, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. We hebben goed teamwork gedaan. En Tigo wilde vanavond gaan sporten. Maar ik ben echt op. Dus dat gaat niet. Dat gaat hij maar alleen. Als hij er zin in heeft. Maar ik ga deze eens even eten. Je eerste hap. De eerste hap die je neemt. Als je nog honger hebt, is zo lekker. Oh my god. Er komt gewoon een duif naar me toe. Hij ziet mij eten en hij denkt, ik ga je eten pakken. Nou nee. Ik ben thuis, alleen er is helemaal niemand. Tigo die is al sporten en die wilde niet op mij wachten. Mijn vader. Zijn telefoon ligt hier, zijn auto is weg, dus ik heb geen flauw idee waar hij is. Mijn moeder is ook niet, mijn broertje ook niet. Ik weet helemaal niet waar iedereen is. En ik heb ook geen zin om hier in mijn eentje te gaan eten zonder dat er iemand tegen me praat. Dus ik wacht wel lekker tot er ooit iemand thuis komt. En ik heb een pakketje ontvangen. Dus ik dacht, ja, laat ik die maar even uitpakken in de tussentijd dat ik wacht tot er ooit iemand thuis gaat komen. Ontvangen en ik kan niet wachten om het aan te doen en uit te pakken. Dit is een flare jeans en hier zitten schoenen in. Dus ik ga eerst de flare jeans maar even openmaken. Dit is hem en ik vind hem echt super gaaf. Ik vind het heel erg gaaf met panten.
print, een flare jean. De stof is super lekker en dik. Alleen ik ben super bang dat hij te lang is. Maar als dat zo is, laat ik hem gewoon even inkorten. Ik ga hem straks eventjes aandoen. En in deze doos zitten de schoenen. Dit zijn ze en ik vind ze zo gaaf. Het is een zwart met witte schoen. En hij heeft best wel een hoge zoolvreef. Ik weet niet hoe je het noemt. Maar dat vind ik super leuk. En eerst vind ik het heel gaaf en stoer. En het is zeg maar een soort namaak van die Alexander McQueen. En die schoenen vind ik sowieso al super tof. En wat ik leuk vind is dat ik dus wat langer lijk als ik deze aan heb. Ik ga even de flare jeans aandoen in combinatie met de schoenen. En ik ben super benieuwd hoe het staat. Ik loop naar boven, want dan kan ik de outfit wat beter laten zien. Ik wil het namelijk eerst ook even zelf zien in de spiegel. Dan weet ik pas of het leuk is, want ik heb het aan. Maar ja, dan weet ik natuurlijk nog niet hoe het staat. Dus ik ga nu even kijken. Ik vind het echt geweldig staan. Het kan natuurlijk heel ordinair zijn. Maar ja, ik vind het echt super leuk tegenwoordig, die pantenbroeken. En als je het gewoon een beetje ja, matcht met een simpel zwart shirt of simpele zwarte schoenen, dan is het niet ordinair. Dan is het gewoon stoer. Wanneer ik loop, loop ik letterlijk net op de broek. Er moet dus eigenlijk een heel klein stukje af. Dus ja, maar verder vind ik hem super tof. En de schoenen vind ik ook zo geweldig. Kijk dan. Ik denk dat de meningen heel erg verschillen over deze outfit. Maar ik vind hem in ieder geval echt geweldig. Het stofje is ook super lekker. Dus echt heel erg herfst-winterproof. En de broek en de schoenen komen van Le Closet. En mijn superleuke schoenen die ik in bijna elke vlog aan heb. Die komen er ook vandaan. Dus ik zal eventjes de website en de linkjes van deze items even in de beschrijving zetten. En ik hoor dat er iemand thuis komt. Eindelijk. Dan kan ik eindelijk even gaan eten. Hallo. Wat vind je van mijn nieuwe outfit? Sexy. What the fuck? Niet sexy. Maar kijk, het is echt vervelend, want hij is net iets te lang. Het scheelt bijna niks. Ja, moet je afknippen. Afknippen? Ben je gek geworden? Het is toch geen gezicht? Dat is helemaal koud. Gadverdamme. Nee. Ja, nou, zeg ik wel even in de mag. Gadverdamme, moet je echt niet doen, dan wordt het zo slap. Ja, nou, ik hoef geen patat. Eet zelf maar. Ja, hallo. Het is vies. Het is weer helemaal koud. Moet je over? Nee, ja. Dankjewel. Oh, ja, joh. Weet je wat ik doe? In dat ding, even. Oh. Leuk. Ja. Hoi. Ja. Maar ja, en schoenen. Nieuwe schoenen. Kijk. Waar heb je die vandaan? Van Le Closet. Oh, je hebt veel binnengekregen. Ja. Tigo is er dus ook weer. En ik ga nu even dit appeltje naar binnen smikkelen. En ik ben bezig met de thumbnail voor de video van morgen van mijn verjaardagsvlog. Ik vond het zelf een hele leuke video om te editen. En ik vond het zelf echt het is de leukste vlog tot nu toe. Want ja, ik vind het gewoon. Ja, het was gewoon echt leuk om te filmen, weet je. Echt, er gebeurden gewoon leuke dingen. Maar nu ben ik dus aan het twijfelen tussen thumbnails. Want dan heb ik een paar ideeën en dan weet ik niet welke ik moet doen. Ik heb deze. Maar ik vind het leuk met dat vuur. Met die gewoon mijn vader zeggen deze. Dus ik ga het straks op Snapchat vragen. En waar de meeste screenshots van worden gemaakt, die doe ik. Nou, de score is duidelijk. De foto waarvan mijn vader zei, je moet die doen. Die heeft het minst screenshots. 9. Dan is er een foto, deze heeft er 23 en 40 screenshots is aan kop. Deze foto, en omdat jullie massaal hebben gestemd, ga ik die maar doen. Ik ben in mijn kamer, ik ga zo eventjes snel douchen en daarna ga ik slapen. Tigo ligt al in bed. Maar, ik had, was het nou gisteren dat ik mijn broek had opgehaald? Nee, dinsdag al. Ja, dat was gisteren. Oh, dat was gisteren. Oké, nou toen heb ik dus mijn broek opgehaald die ik heb laten inkorten, mijn flare jeans. En ik ben helemaal vergeten om te laten zien hoe die staat. Dus ik dacht ik ga dat nu even laten zien. Super mooi is die geworden. Ze hebben hem echt heel netjes afgewerkt. En nu is het lekker precies mijn lengte. I love it. Het is alleen wel een hele warme broek. En ik ga mijn andere broek er ook even laten inkorten, die panterprint. Want anders ga ik echt struikelen, omdat die echt net iets te lang is. Helaas. Maar ja. Dat had ik al wel verwacht met mijn lengte. Wij gaan slapen. Tigo wil nu dat ik ophoud. Begrijpelijk. Doe je een duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. En zet het in de vlog van morgen. Het wordt een hele leuke vlog. Morgen komt er namelijk een sushi mukbang. Ik heb nu al zin in de sushi. Tigo niet. Die heeft zin om te slapen. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En tot morgen. If this is apocalypse.